hebben vandaag jurylid van Stichting Het Gehandicapte Kind om nieuwe kindambassadeurs te kiezen. We hebben 12 kandidaten die allemaal kans maken om kindambassadeur te worden. Als jurylid moet je heel erg opletten met hoe iemand is. Hoe diegene zichzelf voorstelt aan iedereen. Of diegene open is, goed kan praten, grappig is. Je let eigenlijk op heel veel dingen. Alle kandidaten zijn te gast om een talkshow te doen. En ook nog om een lintje door te knippen en interviews te doen. Je wil nu kinderambassadeur worden? Ja, heel graag. Waarom wil je dat eigenlijk? Omdat ik soms raar word aangekeken. En dan denk ik van, je moet dat gewoon blijven vertellen. Dat er van die mensen zijn en dat dan de wereld eigenlijk een stukje mooier maakt. En ik ben eigenlijk voor de gehandicapte kinderen waar je niet zo goed ziet dat ze gehandicapt zijn. Ik vind het belangrijk dat kinderen met een handicap, dat die hun dromen waar kunnen maken. Probeer alsjeblieft kinderen met een beperking net zo te behandelen als kinderen met zonder beperking, want wij zijn ook gewoon mensen. Heel veel kinderen die beseffen niet dat het echt niet leuker kan zijn als je een handicap hebt. En dan gaan ze zich heel anders gedragen en dat is echt niet leuk. Soms word je in de steek gelaten als je een beperking hebt. Dat ze niet geloven dat je niet mee kan doen. Iedereen moet even goed behandeld worden. En gebeurt dat nu niet dan? Jawel, maar te weinig. Niemand hoeft zich te schamen voor zijn beperking. Ik vind dat er sowieso meer moet geluisterd worden naar kinderen die een handicap hebben. Want iedereen is toch gelijk. Waarom wordt er meer geluisterd naar mensen die weer niks hebben? Met of zonder handicap, in een rolstoel of niet. Het gaat erom dat je een oplossing zoekt en ziet. Samen sporten en spelen is gezellig en fijn. Het bewijst dat kinderen met en zonder handicap niet anders zijn. Iedereen is uniek en iedereen is bijzonder op zijn eigen manier. En ik wil de wereld laten zien dat iedereen erbij hoort en dat kinderen zonder beperking meer respect hebben voor kinderen met een beperking. Ben jij klaar om de officiële opening te verrichten? Ja. Yes, daar gaat hij dan. Ja. Echt een botte schaar. Ja. Hoe vond u het gaan? Heel goed. Was het een beetje wat u verwacht had? Ja. Hoe vond je zelf dat het ging? Goed. Behalve met het lint dan. Ik ben super blij dat ik hier vandaag mag zijn. Ik heb echt genoten. Het is fantastisch, een geweldig initiatief. Ontzettend belangrijk dat kinderen hun dromen kunnen waarmaken, na kunnen jagen. Dus ik hoop dat de vier heel veel hulpambassadeurs krijgen. En dat we toch het ook weer vanzelfsprekend gaat worden. Dat we er allemaal mogen zijn. En dat we vanzelfsprekend ook met elkaar samen naar school gaan, samen spelen en samenwerken. De nieuwe kinderambassadeur van Stichting Het Gehandicapte Kind is geworden Feline, Thomas, Max, Vesper. Dat is een droom voor mij die uitkomt, echt. Ik ben er heel blij om. Ik vind het vandaag wel super leuk en ben heel blij dat ik kinderambassadeur ben geworden. Ik ben super enthousiast, ik vind het super leuk en ben super blij. Wat ga je doen als kinderambassadeur? Bij evenementen zijn en voor het nieuws komen en al die dingen. Ik was wel zenuwachtig, maar dat had helemaal niet goed. Ik vond het ging super goed en daar ben ik echt heel blij dat ik het gewoon echt goed gedaan heb. Ik vond het een eer om hier te mogen zijn. Ik hoop dat kinderen met een handicap hun dromen waar kunnen maken.